Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Voor Jan-Jaap en Francis. Oh, oh god, daar heb je hem. Wobby, de wokster. Ja, jammer, hè? Wobbelicious. Ja. Oh, nee. Wobbelicious, ja. Ja. Wopski. Hij is het geworden, geloof ik, hè? We to the hook man. Ze hadden ze haar iets beter moeten doen, toch nog? Ja, hè? Zien jullie niet iets aan mijn haar? Het zit er... Ik vind wel lullig voor Wokke Hoekstra dat we nu meteen over jouw haar... Ja, omdat ik zijn haar vind ik wat minder, maar... Ja, jij ziet er prachtig uit. Nou, even tussendoor, heb je herken implantaten? Je niet? Is het haar van iemand anders? Nee, jullie hebben een hele lieve visagist en die heeft ook dit haar. En toen zei ik, mag ik ook dat haar zo? Ah, en toen heeft ze het zo leuk... Herken je het niet? Nee. Oh. Nee. Maar, ja. Wokke Hoekstra. Ik heb de onderbroek van de portier aangetrokken. Echt waar. En hoe zit het? Het zit een beetje strak wel, ja. Maar goed. Maar wat moeten we zeggen over Wopke? Nou, hij is iets leuks, iets hij aardigs. Vind je hem een goede klimaatpaus? Nee. Nee, waarom niet? Nou ja, hij heeft toch bij die McKinsey Shell gewerkt. En hij, ik weet niet, ik vind het überhaupt... Waarom moet hij nou daarheen? Omdat... We moeten er vanaf of zo. Ja, Rutte had dat bedacht. Ja, maar waarom? Omdat we in Europa, in de commissie, Europese Commissie... hebben we een Nederlander nodig. Ja, dat weet ik wel. Maar waarom Wopke Hoekstra? Dat is mijn vraag. Ja, hij heeft ook het CDA helemaal naar 4 zetels gebracht. Dus ik weet niet wat hij nou in... En als bedankje daarvoor. Oh, ja. Oké. Nee, maar het is toch echt... ik geloof heel erg dat je van mening kan veranderen in het leven. Sterker nog, dat vind ik heel goed. Mm. Als je vanaf je geboorte tot je dood dezelfde opvatting hebt... dan ben je gewoon nooit ontwikkeld. Dat is waanzin. Ja. Maar binnen een paar maanden van die kant naar deze kant... dan ben je gewoon geradicaliseerd. Dan heb je echt psychologische hulp nodig. Ja. Wat vind jij van de stap? Van, typisch politiek toch een beetje, denk ik. Toch gewoon niet te vertrouwen. En dit bewijst weer ja, wat voor... ratten in pakken ze zijn, toch? Voor mij. Nou ja, niet allemaal, toch? Nee, maar... En dit is een milde mening. De tv genuanceerde. Ja, ik hoefde niet genuanceerd te zijn. Nee, totaal niet. Nee, gewoon gelijk. Nee, maar bedoel, dit is zo duidelijk in dit geval een rat in een ja, pak. Even, dat is gewoon te makkelijk, voor mijn gevoel. Ja. Is het, hoe bedoel je te makkelijk? Nou ja, bedoel, het is zo'n stom idee om die man naar heen te sturen... dat het bijna weer grappig is. Dat kan niet serieus zijn, toch? Jawel, maar dat is toch het hele beleid afgelopen... Het is toch alleen maar het zit allemaal een soort comedy capers. Maar dit leidt toch tot dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen, die ongeloofwaardigheid. Ja, dat zeker, ja. Dat is zo schofterig. Dat, je weet wel, hiermee doe je echt afbreuk. Dus eigenlijk aan al je oud-collega's in Europa. Nu, en ook het CDA, alles, je doet zo'n afbreuk van... oké, maar als ik dat baantje krijg, het kan mij niet schelen... wat de jaren hier nou naar politiek wordt gekeken. Ik heb die hoorzitting gezien, want ik dacht, ik ga eens even kijken naar deze bekering... Nou, ik heb een paar fragmenten mee. Het is zo goor. Ja. Hier, over zijn kinderen bijvoorbeeld. At least once a week, my children ask me about two things. The war in Ukraine and climate change. Want dat doen kinderen. Niet, ja. Niet. Hoe laat moet ik naar bed, papa? Mag ik bij die en die spelen? Mag ik naar de McDonald's? Hoe zit het met de oorlog in Oekraïne? En ze hebben blijkbaar geen internet, die kinderen. Want dan zouden ze lezen hoe ruggengraatloos hun vader is. Ja. En bij dit hele, het is. Nou, bijvoorbeeld hier gaat hij vertellen hoe groen die eigenlijk wel is geweest in de geschiedenis. Oh, heb je nog een stukje? Ja. Oh. Having helped to create an extremely green coalition agreement in the Netherlands, setting my own party on a different course. Ach. Hij heeft, nee. Als een soort Gandhi heeft hij de partijkoers veranderd. Hij heeft de CDA bij de hand. We gaan de groene kant op. Een paar minuten later, antwoord op deze vraag. U was nationaal tegen de natuur, maar u noemt natuur nu opeens onze beste bondgenoot. Staat u nu pal voor de natuurherstelwet, ja of nee? En gaat u de veesterpel zelf helpen drastisch in te krimpen, ja of nee? Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, ik speel natuurlijk maar een bescheiden rol in mijn partij. Een hele bescheiden... Partijkoers heel bescheiden veranderd. Wauw, die had ik nog niet gezien. Het is echt... Oh. Ik vind dit gewoon niet te kunnen. Ik vind dit eigenlijk niet kunnen. Ja, maar ik word er toch een beetje niet goed van. Sorry, mensen. Dat is dit heb erg. Ik allemaal niet gezien. Dat is ik had het niet erg. Willen zien. Hey, Francis, komt dit had goed. Ik niet komt willen zien. Goed. Ik vind dit zo'n nagemaakte figuur. Ik vind het goed dat jij dezelfde reactie hebt als op een IS-onthoofding... als op Wopke Hoekstra. Dat vind ik echt niet.
Wat erg. Nee, maar Samantha, even, dan moet je dit zeggen. Urenlange ondervraging. Hoe gaat die man dan naar huis? Hoe kijkt zo iemand naar zichzelf? Hebben jullie daarover nagedacht? Dat is een vraag, man. Ik heb sowieso vaak de vraag... hebben jullie wel een geweten in het algemeen? En ik vind het knap ergens. Ik ben acteur, ik zou het niet na kunnen spelen. Nee, hè? Nee. Ik vind dat een... Ja, het is wel... Maar, nou, waarschijnlijk gaat hij naar huis met het gevoel... God, komen die kutkinderen weer met... naar Brussel het hele jaar. Weg. Het Europese parlement heeft vanmiddag ingestemd met Wopke Hoekstra als nieuwe eurocommissaris voor klimaat. Afgelopen maandag werd hij nog langdurig ondervraagd door de Milieucommissie, omdat hij in een korte tijd op wonderbaarlijke wijze ineens heel groen was geworden. Dat moesten ze meer van weten. Veel mensen zijn tegen Wopke, maar hij heeft ook fans. Die mensen noem je woppies. Het is een soort wappies, maar dan met een minder realistisch beeld van de werkelijkheid. Wopke Hoekstra heeft alle formele procedures doorlopen. Maar in zijn kringen zijn er ook nog informele procedures. Woppert, gozer, nieuwe klus. Mooi man. Maar je mag pas echt beginnen na je ontgoeding. Check deze. Jij gaat maandag op de A12 in je naakte piemelenmas voor zo'n waterkanon staan. Lachen toch. Woensdag plak jij je met secondenlijm vast aan je bierglas. Want klimaat is pompen of verzuipen, dus wij gaan zuipen. Laatste, donderdag... Gore shit eten, insecten en zo, mega goor. Maar je moet wel, want eiwittransitie. Bam, snap je? Nee, maar snap je dat? Maakt niet uit, gaat erom. Dan ben jij ontgroend en dan kunnen wij Europa ontgroenen. Proost, man. Nog genuikt? Niet doen, man. Overbevolking. Hoekstel. Nog meer nieuws voor Peter en Saman. Oeh, ja, dat is tragisch, verdrietigmakend. Ja, een hele nasleep, natuurlijk. Ja, dit deed me denken aan de Joker. De vertelling van die film, oh, wow. Zeg maar. Ja. Ja. Dat het gaat erover dat je, als je terugkeert naar mensen die mentale hulp nodig hebben, psychische hulp nodig hebben, als je die achterlaat, dat de consequenties zijn ervan. En ja, dat vond ik raak. En grappig dat kunst dan de realiteit dan voor is. Ja. 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 Dat vond ik ook heel grappig. Er was een discussie toen Joker uitkwam. Ja. En was er een soort klacht van, nee, het promoot rechtse incels, zoals het dan wordt genoemd. Terwijl ik zag er juist, het is mooi hoe je iets anders in. Ik zag er juist een links pleidooi in. Stop met bezuinigingen op de gezondheidszorg. Ja, ja, het is schandalig. Maar we leven nu in een samenleving waar, als je geen geld hebt, dat doet mijn pa, die, als hij die 500 euro niet heeft, dan kan hij niet zijn tanden normaal fixen. Nee. En dat moet ik dan met liefde doe ik het, betaal ik het voor hem. Ja. Maar hoe gaat het voor mensen die dat geld niet hebben? Het is zo gek, want hij was natuurlijk verward. Maar hij was ook wel in opleiding als arts. Ja, ja, maar ik heb wel gehoord dat hij echt veel psychotische episodes had, toch? Ja. Het was wel een verwarde man, toch? Hmm. Maar hoe kijken we hiernaar? Want dan gebeurt er zoiets ellendigs, maar dan duikt iedereen er bovenop. Nou, we hebben toch kunnen merken, ik denk dat iedereen kan merken, afgelopen 5 à 10 jaar, sinds de bezuinigingen op de GGZ, ja, er zijn echt meer verwarde mensen op straat. Hmm. Het is gewoon, het is veel... Ik heb het idee dat de bezuiniging op de GGZ... minder opleveren dan de kosten, ja, die je hebt van een overlast van verwarde mensen op straat. Ik weet helemaal niet of het wel... Zou kunnen, ja. Dat het, ja, veel slimmer is. Het is extreem, dat... extreem moeilijk om... je kunt zeggen, diegene is verward, maar hoezo dan? En deze man heeft geloof ik allemaal rare dingen met dieren gedaan. En ja, inderdaad, dat schijnt wel vaker, als je weet, iemand mishandeld dieren, dan zou je uiteindelijk ook dit soort rare dingen kunnen doen. Maar goed, in die zin, je weet het ook. Het heeft heel erg met taal volgens mij te maken. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld in New York ben, ik ben geen verwarde persoon. Alleen, ik ben daar een paar keer geweest. Dat gaat allemaal veel te snel, bijvoorbeeld, voor mij. He, die mensen praten te snel, die mensen doen te snel. En dan ben ik dus opeens de uitzondering. Zo, dus ik was daar een keer in een koffietent. En toen bestelde ik iets en toen vroeg die vrouw... die vroeg, to drink here or take away, sir? En toen zei ik, take away, sir. uit een soort paniek riep ik dat maar. En ik begon het volkslied te zingen en zo. Maar ja, die zullen mij dan in principe destijds... als een verwarde man hebben gelabeld misschien. Terwijl ik was gewoon in paniek om de samenleving op dat moment. Ja.
En ik heb deze zomer bijvoorbeeld in Frankrijk, was ik op vakantie. En toen heb ik, toen ik wegging bij de bakker, heb ik in plaats van au revoir, heb ik aujourd'hui gezegd. En dat betekent vandaag. Dus die bakker, die heeft iemand weg zien gaan, die riep vandaag! Dus die zal toch de hele dag een beetje over zijn schouder hebben gekeken van wat komt die man nog terug, weet je wel. Ja. Maar het is wel zo dat die, al die bezuinigingen en die marktwerking in de zorg en al dat neoliberale verschrikkelijke gedoe, dus dat we een soort klein stukje Amerika naar Nederland hebben gehaald, om het zo maar te zeggen. Dat moet echt een keer weer stoppen. We moeten echt meer geld geven aan de zorg. Er zijn ook het is een gezellig programma, dacht ik. Maar er zijn ook veel jonge mensen die zich zelf van het leven benemen. Of, ja. En dat is allemaal te wijten aan dat ze al maanden op wachtlijsten moeten staan en in de zenuwen zitten en helemaal niet meer weten waar ze heen moeten. Dus lieve mensen bij de regering, die we straks weer op goed stemmen. Ook eerst even allemaal goed stemmen. Dat zeg ik de regering. Nee, dat zeg ik nu tegen de mensen in het algemeen. Je moet wel goed stemmen. Je moet wel weten welke camera je pakt. Anders ja, waar moet ik kijken? Zwart persoon. Waar moet ik kijken? Ja, daar. Ja, dus goed stemmen, lieve mensen. Ja. Niet op de VVD. Nou is het weer een andere beurt. Vind ik ook wel gewoon een goed argument. Ben je helemaal niet op in het 12 jaar zo lang gewoon. Ja, nou is weer eens iemand anders. Ja, maar Francis, we kennen elkaar nog niet zo heel lang. Ja, maar ik kan nu al zeggen, oprecht vanuit de grond van mijn hart, ik hou van je. Ach, dankjewel. Echt waar, ik heb een grote liefde voor jou. En ik vind dat je een ontzettend groot betoog en goed betoog hebt gehouden. Nou, okay, alleen, als je stemadvies is, nu mag ik hier iemand anders? Dat is niet heel erg sterk nog. Nee, ik ben ook niet een goede politica. Dat is waar. Maar wel uit je hart. Dus ik... Nou ja, dat wel. Want als we het nou over Bob Koekstra, wat toevallig CDA is, ook niet zo sterk. Maar we kunnen ook nou iemand allemaal, anders. We kunnen nou allemaal naar Omtzigt, dus bij wijze van zingen. Kabinet met Omtzigt, Wilders, Baudet en de dieren. Nee, Baudet! Gewoon even iemand anders. Ja. Niet Baudet, hoor. Jawel, maar die is ook iemand anders. Maar even terug. Jij zegt dat er moet meer geld naar verwarde mensen, naar de geestelijke zorg. Nou, naar de zorg. Maar die zorg en naar de kunst en de cultuur. Nee, dat klonk ook weer als een harmplan. Meer geld naar verwarde mensen. Ja. Hier. We moeten eigenlijk af van de marktwerking in publieke zaken. Maar het gaat toch ook over waarom zouden die bedrijven miljarden winst mogen maken, toch? Ik snap dat het niet betaalbaar, dat niet oké is. Maar hoe kan het dat zo'n bedrijf wel 1, weet ik veel hoeveel miljard winst maakt en dat mensen die het niet kunnen betalen het uit hun eigen zak moeten betalen? Die farmaceuten bedoel jij bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo. Dus gelukkig deze week... Hij wilde wat zeggen, toch? Nee, maar niet uit. Ja, maar ik hoor ook bij dit programma. Ik dacht, hij wil wat leuk zeggen. Nee, Jaap, je valt zo weg in dat decor. Ja, gewoon een soort hoofd wat er geeft. ik ben er nog, hoor. Maar dat is zo, man. Hoe kijk jij ernaar? Want jij zei net van, ik zie het en er zou meer geld naartoe moeten. Maar maak je er ook zorgen om? Of denk je het wordt meer ieder voor zich? Of... Ja, Amerikanisering van Nederland, daar maak ik me wel zorgen over. En ik ben hier niet geboren, dus dat is ook volgens mij een voordeel waarin ik het steeds zwaarder zie worden voor mensen die het minder hebben. Die kleine groep. En ja, ik vind het zorgwekkend. Ik weet hoe het is om... Ja, dat je, weet ik veel, van 200 euro in de maand rond moet komen en dat een boete of iets, wat de mentale stress dat met zich meebrengt. Ja. En ik vind het wel alarmerend. En ik hoop niet dat het begin is van meerdere... Kijk, in Amerika is het natuurlijk een soort cultuur geworden, dat die shootouts. En ja, je zou dit kunnen zien als een waarschuwing en echt serieus... Ja, aandacht. Samenleving die in de knel komt aan de onderkant, dat daar uitbarstingen komen. Ja, 100%. Mm. En het klinkt als het maar onder een miljoen mensen die onder de armoede leven. Maar dat zijn toch wel een miljoen fucking mensen. Ja. Vele. Ja, dat is heftig. Echt veel. Ja. Ik vind het mooi, in Nieuw-Zeeland hebben ze een soort wet. Zijn naam wordt nog wel eens genoemd, hè, van de dader, de voornaam hier. Aha. In Nederland. In Nieuw-Zeeland doen ze bij dit soort aanslagen dat de hele naam niet wordt genoemd. Mm. En niet om de privacy van de dader, maar gewoon zodat er nooit... Nu op sommige fora wordt hij al geprezen. Ja, ja, ja. Daar doen ze het ook voor, toch? Ze precies. Een soort en als je dus die naam ook niks noemt, dat je dus nooit weet wie dat is geweest...
Dat haalt dus een soort glans van de daad af. Als dat eraan zit, wel, ja. De aandacht moet naar de slachtoffers zijn, niet naar de daden. Het zou ik heel tof vinden als wij dat ook gaan doen. Nou. Ja, dus dan wil ik bij deze, zeg ik niet Maurice Stijn, maar de trainer van Ajax. Dat was zijn naam niet meer noemen. Nee, is beter. Ja, is beter. Die arme veel man. Beter. En ook nog in een Rotterdam-onderwerp. Jij durft wel, ja. Ik denk niet dat Rotterdam heel rauw is wat er nu met Ajax gebeurt. Nee. Ik denk dat een redelijke Polonaise. Dat is een dubbele schop naar niets is sterker dan dat ene woord. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Ik ben geboren Haagse, opgegroeid in Wassenaar, maar ik klink Rotterdams en ik ben een enorme Feyenoord-fan. Ja. Goed. Okay. You never walk alone, hè? Dat is wel mooi. Walk alone. Ja. You never walk alone. Het is gewoon één woord. Ik heb het één keer met Lee Towers mogen zingen. Hè? Dat was wel echt kicken, hoor. Ja? En hij kwam binnen en hij had een grotere bus haarlak bij zich dan ik. Ja, dat was ook heel geestig. Ja, dat is een fenomeen. Lee Towers is... Nee, jij luister, ook, maar die gouden microfoon. Ja, heerlijk. Prachtig, hè? Die... Goede stem, hoor. Ik vind ook, je hebt een heel sterk accent. Maar dat, ik denk niet bij het opera zingen dat dat accent... Nee, dan zing ik, dan heb ik een fantastische uitspraak op alle talen, hoor. Maar you never walk... Hey, en de bescheidenheid die nee, die heb ik niet. Nee, die heb ik niet. Dat heb ik van niet lullen, maar poetsen. Dat zit er niet bij jou heel erg. Jawel, ook. Maar het zijn allerlei kanten. Je moet ook weten wat je kan, natuurlijk. You never walk alone. You never walk alone. Ja. Wel mooi. Ja, heel leuk. Als je zingt, zijn het allemaal losse woorden. En als je praat, gewoon wokkeloon. Eer even wokkelen. Ja, in één woord. Ja, dat is één woord. Ja. Mooi. Ik begin al wel enorm trek in Chinees eten te krijgen. Jij ook? Ja. Ja, je wokt nooit alleen. Ja, en ik heb René Vroger, die zei... Als we dat een koppel aan Wopke Hoekstra, nou, dan zijn we helemaal rond. René Vroger zei jenever wokkeloon. Ja, die zei dat tegen. En dan heel veel valse lucht erbij. Ja. Kan jij zingen? Beetje, ja. Moest je bij de opleiding? Je hebt Maastricht, hè? Toneelschool Maastricht gedaan. Ja. Wat gaaf. Ja, we moesten ook liedjes zingen destijds, ja. Ik heb namelijk nu zangles sinds kort. Oh, shit. Oh, bij wie? Dat mag je niet zeggen. Nou, ik denk dat hij zich schaamt dat hij me zangles geeft. Oh. Laten we net zoals Edwin van G. de Edwin van Gelder. Ik heb geen ambitie om te zingen. Maar ik geloof altijd gewoon nieuwe dingen leren. Gewoon je hersenen tot iets nieuws. Voor je stemgebruik. Precies. En ik heb dus geen kopstem. Hey. Hij is nu al maanden bezig. En ik ben een soort natuurwonder in de verkeerde zin van het woord. Hij wordt helemaal gek. Ik heb nog nooit een man zo verward zien worden tijdens de lessen. We proberen alles. Het is er niet. Het zit er gewoon niet. Oké. Okay. Maar hoe dan? En je doet nooit een vrouw na per ongeluk. Je doet nooit eens een vrouw dat je ineens zoiets doet. Doe je wel eens een vrouw na? In je show. Jij doet toch leuke shows met cabaret? Ja. Maar doe je nooit eens een vrouw na? Ik doe geen kluchten. Nee. Maar ja, hallo. Opeens in een jurk. Goeie vraag. Nee, maar doe jij wel eens... verschillende deuren. Doe jij wel eens een vrouw na? Dat is je verzet. Heel goed, dit is hem. Ja, nog niet. Maar probeer het eens. Ja, waarom doe je mij? Imiteer mij. Francis, Peter en ik hebben heel lang samen gebokst. Toen heb ik dat geluid heel vaak gehoord. Maar ik zou het zo leuk als jij mij na zou doen. Oh, dit zie je. Ja, ik kan het echt niet. Ik kan het echt niet. Nee. Het is ook niet erg, hoor. Je mist er niks aan, hoor. Nee, niet eerst een hoofd tegen mij geschreeuwd door een vrouw. Nou ja, ik dacht... Ah, jongen, het maakt dat ook uit. Nee, het maakt ook niet uit. Maar wel leuk dat je les hebt. Leer je er wat van? Nee. Heb je het net gehoord? Zullen we vanaf nu mij de vragen weer laten doen? Oh, sorry. We zaten in Rotterdam. Het land is vorige week opgeschrikt door wat zich in Rotterdam afspeelde. Fouad El was al bekend bij de politie vanwege meerdere gevallen van dierenmishandeling en omdat hij psychische problemen had. De politie heeft de laatste jaren steeds meer last van verwarde personen. Eenzaamheid en sociaal isolement zijn hier vaak een katalysator voor. Ik zag van de week ook een verward persoon die dacht dat hij even snel eurocommissaris kon worden. We kijken even naar de stand. Er is een record aantal van 600 liedjes ingestuurd voor het Songfestival. En hier is het weer tegen 4. Oh.
Ja. Oh. Heeft deze video je leven verrijkt en wil je meer, meer, meer? Word lid, like en abonneer.